pas moyen d'adja. Je suis pas ta carte d'adja. Genre, en katana baby, tu te... Zo, Australië, de niet te onderschat en weerbare ploeg. FIFA ranking nummer 6. Gaan zij echt nog voor een verrassing zorgen? Ik heb het idee dat zij een beetje de underdog zijn, terwijl ze genoeg kwaliteit in de ploeg hebben. Opvallend aan deze ploeg is dat het gemiddelde aantal interlands 55 is van alle speelsters. Nou, dat is echt ontzettend veel. Dat betekent dat deze ploeg dus al heel lang samen speelt en dat nu zijn vruchten begint af te werpen. Gekwalificeerd door tweede te worden in de Asian Cup, hebben daar 1-1 tegen Japan gespeeld en later in de finale van verloren, is nog een jong team met 25 jaar gemiddeld, maar dus al wel 55 interlands. Zij hebben 4 april voor het laatst een oefenwedstrijd gespeeld, dat was tegen de USA, en daar hebben ze 5-3 van verloren. Ook niet slecht, met 3 doelpunten tegen de USA zit daar veel potentie in. Zaterdag moeten ze natuurlijk tegen Nederland, dus dat wordt nog een spannender potje dan men verwacht. Op de Olympische Spelen zijn ze in de kwartfinale gestrand tegen Brazilië. Dus dat wordt nog spannend, omdat ze nu weer in dezelfde pool zitten. Begin dit jaar werd hun trainer ontslagen, tot verbazing van de meeste speelsters. Ante Milikic is de trainer van nu. En het eerste wat hij heeft aangepakt, zei hij zelf, is dat de level of fitness hoger moest. Dus dat ze fitter moesten worden. Daar zijn ze hard mee bezig. Hij was ook in 2018 assistent van Bert van Marwijk bij Australië. En wat vooral opvalt als je dit team opzoekt, is dat er echt een ontzettende positieve vibe omheen hangt. Heel leuk, eigenlijk niet zoveel gezeur gehad. Ook aan alle media-aandacht dat ze verwachten hoge ogen te gaan gooien. Denk ik dat ze dat ook gaan doen. En kunnen we als de verrassing worden van dit toernooi? Ja, eigenlijk ook voor mij veel beter dan ik had verwacht, Australië. Ik ben benieuwd wat ze dan tegen Nederland gaan doen, ook zaterdag. En nu ik dit gelezen heb, ben ik benieuwd of ze in staat zijn om een stuntje uit te halen tegen Brazilië. Zou zomaar kunnen. We gaan kijken naar Australië. De keeper, Lydia Williams, is 31 jaar, heeft bijna 100 interlands gespeeld en keept in Amerika. Dit wordt haar 4e World Cup, dus genoeg ervaring. De verdediging, Claire Polkinghome, is 30 jaar, heeft 116 interlands gespeeld en is een van de centrale. Het heeft in het WK in 2015 nog op de bank moeten vertoeven. Speelt bij Brisbane Roar, maar ik verwacht nu onder een nieuwe trainer dat ze gewoon weer in de basis zal staan. Lana Kennedy is 24 jaar, heeft ongeveer 100 interlands gespeeld, is te herkennen aan de tattoos. Meestal centraal achterin en is ook een speelster van Orlando Pride. En zal dus tegen een aantal teamgenoten moeten gaan voetballen. Pikt per toernooi ongeveer wel haar doelpuntjes mee, dus kan af en toe nog een keer gevaarlijk zijn. Steph Cayley speelt in Amerika, is 25 jaar en is al 71 keer uitgekomen voor Australië. Staat erom bekend om de bal goed vast te kunnen houden, heeft ongeveer een gemiddelde van 80% accuracy. Dat betekent goede passing. Is de assistent-captain van Australië. En wat grappig is, in de buurt waar hij is opgegroeid, is er nu een meisjesteam dat uitkomt in de jongenscompetitie. En dat team wordt de Catleys genoemd. Dus naar haar vernoemd, dat is wel heel leuk. Laura Alloway is 29 en echt een dijk van een verdediger. Een hele imposante uitstraling heeft ze ook. En surft veel in haar vrije tijd. En is een speler voor Melbourne. Heb je nog Ellie Carpenter? Zij is nog maar 19 jaar, maar wordt eigenlijk de nieuwe basisspeler genoemd door de nieuwe coach. In 2016 haar debuut al gemaakt, op jonge leeftijd dus. En dat is een van de speelsters om op te gaan letten. En ik denk dat zij wel veel minuten zou gaan maken in de verdediging. Dan komen we bij het middenveld. Elise Callant-Knight, en dit is de nummer 6 van Australië. Is daar helemaal in de hum, speelt er echt al heel lang. Is een van de surfmaatjes van Laura. Na het WK in 2015 kwam zij te staan in het All-Star Team. Dus dat zegt wel wat over haar aandeel. Speelt naar eigen zeggen al sinds haar 12e met Tamika. Die komt zo meteen aan bod. Bepaalt vaak het tempo en is een vocaal aanwezige nummer 6. Emily van Egmond, of Van Egmond, is 25 jaar, maar speelt ook al ruim 4-5 jaar mee met het nationale team. Nou, dit geldt natuurlijk eigenlijk voor elke speelster. Ze speelt bij Orlando Pride. Is in de afgelopen 7 jaar bijna elk jaar van club gewisseld. Dus ik ben benieuwd of ze na dit WK nog een overstap gaat maken. Hele creatieve en aanvallende middenvelder. Indrukwekkende mid ook. Is erg sterk aan de bal en scoort ook makkelijk. Hij is de middenvelder met de meeste doelpunten. Tamika Yellop ging voorheen door het leven als Tamika Butt, maar is getrouwd en heeft nu dus een andere naam op haar jersey staan. Speelt in Noorwegen. In 2016 tijdens de Olympische Spelen nog geen minuut te maken, maar onder een nieuwe coach heeft ze meer vertrouwen gekregen. Heeft in 2017 de historische 1-0 gemaakt, waarmee ze voor het eerst in de geschiedenis van de USA wonnen. Echt een klein behendig speelsertje. Leuk om aan de bal te zien aankomende zaterdag, dus ga daarop letten. Katrina Corrie, ook een van de middenvelders, is in januari nog geopereerd.
maar is nu wel weer herstellende. En heeft dus niet veel minuten gemaakt bij haar eigen team. Hoopt nu wel erin te komen. Maar zonder wedstrijdritme wordt dat toch wel een obstakel voor haar, denk ik. Ik hoop wel dat we er af en toe kunnen gaan zien. Evie Luik zal eigenlijk de eerste vervanger zijn op de nummer 6 positie. Een van de ouderen van het team. Is bij afgelopen toernooien vaak afwezig geweest vanwege blessures, maar is er nu bij. Speelt in Spanje bij Levante. Heb je Amy Harrison? 2 knieoperaties doorgaan, maar is gewoon weer terug te vinden op het veld. Voetbalt nu voor de Washington Spirit. Haar kracht zijn echt de steekpases en de wissels onderling op het middenveld. Ik weet niet of ze in de basis zal starten, maar het zou wel een sterke eerste wissel zijn. Voorin, Lisa Devanna. Dat is de oudste van het team met 34 jaar. 150 interlands gaat ze dit toernooi aantikken. Voor Sydney is een heerlijke dribbelaar en kan echt vanuit elke hoek scoren nog steeds. Waarmee ze echt een gevaar vormt. En zij is op dit moment de topscorer van Australië. Caitlin Ford is in 2011 al gedebuteerd bij het eerste team. De prijs voor aanstormend talent. Ze is echt een speler die heel erg bewust is van de ruimte, snel kan handelen en op dit moment speelt ze in Amerika. Dan komen we bij de sterspeelster Sam Kerr. En die heb je misschien al een paar keer voorbij zien komen. Volgens mij de topscorer in elke league waar ze in heeft gevoetbald. Echt een allround speler, is ook de captain. Zij is echt iemand die in haar eentje al kan zorgen voor heel veel gevaar. Gaan Stephanie en wellicht Bloodworth het echt wel pittig mee krijgen. Doelgericht, mooie acties. Dit is echt de smaakmaker van Australië, vind ik zelf. En je hoeft er niet bewust op te gaan letten, want daar gaat ze zelf wel voor zorgen. Emily Gilnick zit voor het eerst bij de selectie en wil graag minuten maken. Heel goed in de voorbereiding, dus het zou zomaar kunnen dat zij in de basis gaat starten. Mary Fowler, dat is de jongste speler op dit moment, met net 16. Oh, wat een ervaring is dat, joh. Je zou maar op je 16e mee mogen met een WK. Of ze nou veel minuten gaat maken of niet, ja, dit is gewoon gaaf. Heeft zelfs in Nederland bij Barendrecht gevoetbald in de jeugd. Daar zijn nog wat filmpjes van. Wordt denk ik een hele grote, kan je een beetje vergelijken met de Nikita Tromp van Nederland. Kan zoals je ziet in haar eentje het hele veld oversteken. Is dus waarschijnlijk een van de wissels, maar zal misschien af en toe minuten komen maken. En ik hoop dat we haar zaterdag ook even kunnen zien. Ja, Australië. De verrassing van deze pool sowieso. Heel veel speelsters die voetballen natuurlijk in Amerika op dit moment. Wat ze ook ten goede doet. Dus ga zaterdag even genieten van het team en het goed observeren. Want zij gaan echt nog voor gevaar zorgen. Laat mij hieronder even weten wat je vond van Australië. En dan gaan we morgen verder met Jamaica.